wij zijn best wel toe aan een weekje ontspanning. En wij zagen dat jij dat ook wel was. Dus bij deze heb je zin om mee te gaan naar Your Green Ibiza Escape met ons. Ja! Dit filmpje kreeg ik laatst binnen en toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon. Ik ben namelijk zo slecht in ontspannen. Het is echt heel ernstig. Leg mij neer op een handdoekje in de zon. En binnen 2,3 minuut ben ik eigenlijk alweer verveeld en wil ik wat anders doen. Ik ben gewoon zo slecht in ontspannen. Ik kan gewoon niet eens de zelfontspanner op mijn camera vinden. Deze editie van Your Green Ibiza Escape staat helemaal in het teken van yoga, plantaardig eten uiteraard, mindfulness cursus, mediteren, tot jezelf komen. Helemaal gewoon ontspannen, 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 ontspannen. Dus daar ging ik, maar eerst... Ik wilde jullie even het before gezicht laten zien. Vol stress, rimpels en ongezond en zo. En met een druk hoofd en nou, van alles. Laat die ontspanning naar de komen. Let's go! Op naar Schiphol samen met de meiden van The Green Happiness en Lisa Goes Vegan. Maar moet je één keer raden wat ik eerst nog op Schiphol zat te doen tijdens het boarden en inchecken en alles. Kortom, ik was dus al super goed bezig. Ik moest natuurlijk mijn best doen om me aan te passen, dus check mij ontspannen worden. Kijk, dit is dus mijn versie van stressvrij vakantie vieren slash op reis gaan. Altijd je eigen snacks mee, voor de zekerheid. Dag 2 zit erop. We hebben al 1,5 uur yoga gedaan, een meditatieles gevolgd, een mindfulness les gehad en weer heerlijk gegeten. Ik word iets meer ontspannen. Maar het heeft toch wel meer nodig. Ik denk dat de grootste uitdaging is, omdat ik natuurlijk een leuke video wil maken. En dus constant bezig ben met wat moet ik filmen, wat zijn leuke beelden. En toch nog daarbij kunnen ontspannen. En ook de andere mensen niet lastigvallen ermee. Dat is een beetje een lastige puzzel die ik nog niet helemaal opgelost krijg. Maar we doen ons best. Alhoewel echt ontspannen... Het feit dat ik een to-do-lijst heb gemaakt is niet echt het teken van ontspanning, hè? Les 2 van de mindfulness cursus staat op het programma. Het is dag 3. Mijn doel is om vandaag een keer niet alleen maar te denken aan... Oh ja, dit moet ik nog doen. Oh, ik moet dat nog printen. Moet dat nog tegen die zeggen. Moet dat nog printen. Wat zal ik hier eens mee doen? Die persoon die ik in 2007 heb bediend aan die ene tafel. Die krijgt nog een sparoot. Lig ik niet raar? Het kriebelt, het kriebelt, het kriebelt. Niet krabben, niet krabben, niet krabben, niet krabben. Wish me luck. Myself up when I fall down. Cause no one ain't helping me. I feel like I'm on my own now. But I'm gonna make this story. Yeah, you don't know my name yet. But I'll tell you this for free. Yeah, I am a star tonight. Yeah, I am a star tonight. If you think I'll stop, then you don't know me so well. I've been reaching for the top. Ik moest na 2 dagen alleen maar bij het huis even eruit. Dus ik ben een wandeling aan het maken. Even actief doen. Ibiza is echt mooi. Echt mooi. De volgende dag gingen we op pad voor een guided meditation sunrise walk. Heel erg fijn. Kijk maar. Goedemorgen. Als je hier en daar nog wat kreukels ziet, dan komt het omdat het 7 uur is. Want we gaan een guided sunrise meditation. Dat is het, ja. Maar ik mag eigenlijk helemaal niet praten, dus... Pro tip van Marije. Ga niet mediteren als je net een uur hebt gewandeld. En
nog geen ontbijt hebt gehad en dus knetterveel honger hebt. En dat gaat dus niet. Ik herhaal, dat gaat niet. Jezus. Oh. Nou, je ziet wel dat ik te rust kom, hè, met die wallen. Als er iets is wat ik hier heb geleerd, dan is het wel dat je, als je plantaardig eet, echt helemaal niks hoeft te missen. Ik heb zo vreselijk lekker gegeten. Curry's, pudding, schotels, taartjes, Snickers. Kijk maar eventjes mee. In ieder geval wordt het heel speciaal en de zon gaat onder, dus dat maakt het nog specialer. Dat is wel inderdaad waar. Jammer dat ik niet kan dansen. Dat geeft niet. Volgens mij mag je zelfs je ogen dicht doen. Oh, oké. Ja, daar ging ik even uit mijn comfortzone. Ik vond het heel tof om mee te maken. Het was een unieke ervaring. Maar voor deze nuchtere Nederlandse houten Klaas, ja, ik kon me er niet helemaal aan overgeven. En je vraagt je vast inmiddels af of we ook een digital detox hebben gedaan. Nou, dat moest dus wel. Het is vandaag zaterdag en we hebben een soort van digital detox day. Dus vandaag is het echt telefoon in je kamer laten liggen, in de koffer, opgesloten. Het wifi doet het ook niet. We hebben geen 4G, 3G of bereik, dus we zijn helemaal afgesloten. Dat is toch wel een beetje wennen voor de mensen. En met mensen bedoel ik Marije. En toen brak alweer de laatste dag aan. Het is de laatste dag. We gaan zo naar huis. Iedereen zegt dat ik anders uit mijn ogen kijk. Frisser, opener het blik. Ik weet niet of jullie dat ook zien. De enige reden waarom ik nu echt zin heb om naar huis te gaan, is omdat mijn handen gewoon jeuken van willen in de keuken staan en plantaardig koken. Ik ben zo geïnspireerd. Niet normaal gewoon. Voordat we naar het vliegveld gaan, zijn we nog eventjes bij Wild Beats. Een heel bekend plantaardig restaurantje. Of niet een plantaardig restaurant, ze koken plantaardig. Het is zo raar om weer in de bewoonde wereld te zijn. Ik heb natuurlijk echt 7 dagen gewoon, ben ik niet van het resortterrein af geweest. En nu zijn er allemaal mensen en zo. Helemaal acclimatiseren. Zwaar leven dit hoor. Ook had ik nog wat vragen aan de meiden van de organisatie. Komt-ie. Oké, hoe zijn jullie erop gekomen om retreats te organiseren? Eigenlijk, ja. Omdat we zelf op retreat gingen. En dat vonden we zo relaxed dat we dachten, wauw, dit willen we eigenlijk met een hele groep doen. Ja, deze retreat draait specifiek natuurlijk om ontspannen en ontladen. Hadden jullie dat zelf nodig? Ja. Ja. Hoe gaan jullie om met stress in dagelijkse praktijk? Want zeker, nou, jullie hebben natuurlijk ook heel veel media-aandacht gehad. Hoe hou je dan je hoofd koel? Ik doe het vooral door en door wel regelmatig yoga te doen en te mediteren. Maar ook wel door het niet allemaal te persoonlijk aan te trekken en af en toe een beetje zo'n soort van vogelvlucht te nemen. Het leven niet te serieus te nemen en alles wat er gebeurt. Als je het van afstandje bekijkt, dan is het eigenlijk maar zo'n klein dingetje. Ja. Voor wie is dit retreat en gaan jullie nog meer organiseren? Nou, we gaan sowieso nog een keer. We zijn nu al plannen aan het smeden voor volgend jaar. En en we willen het eigenlijk elke keer weer heel anders doen. Dus, ja. En ik denk dat we het volgende retreat zozeer echt een beetje mee bezig gaan met het koken. Dus echt, hoe neem je het mee naar huis en hoe zorg je eigenlijk dat je ongelooflijk lekker kan eten, aardig, gezond kan eten. Ja, en dan op weer zo'n prachtige omgeving met allemaal ook weer zen en lekker eten, goed slapen, yoga en dat soort dingen. En voor wie is het dan? Voor iedereen die graag wat bewuster wil leven, bezig is met de gezondheid, die het even nodig heeft om een stapje terug te doen en echt goed voor zichzelf te zorgen. Dus iedereen is welkom. Ja. En ook al hadden we alleen maar mannen. Jij gaat ook volgend jaar mee. Ja, echt wel. Ja, sowieso. Nou, mocht je het inmiddels nog niet hebben gemerkt, ik heb het echt mega fijn gehad en ik kan het iedereen aanraden. Want, heel belangrijk, je ontspant echt
100 keer dieper dan iedere andere vakantie. Het is zo chill dat alles al voor je is bedacht. Je hoeft nergens over na te denken. Het eten staat klaar. En dus hou je gewoon ruimte in je hoofd over voor andere zaken. De sfeer is fantastisch. De plek is waanzinnig. Merel, Tessa en Lisa zijn super lief. En daar kun je heel veel van leren en van alles aan vragen als je meer wilt weten over een bewuste of vegan lifestyle. Ben je nou getriggerd en wil je meer weten over dit retreat? Kijk dan vooral in de link die ik in de beschrijving van mijn video heb gezet. Daar vind je meer info, want ze gaan het zekerste weten nog eens organiseren. Bedankt voor het kijken jongens. Tot volgende week. Bye bye.